Dit is Peter-Jan van Gridware. Vandaag ga ik even laten zien hoe we voor de RET een basisbeheerkaart in elkaar zetten voor QGIS. Te beginnen met de metro. Ik maak ook nog een filmpje voor tram. Begint even met QGIS openen. Dat moet je natuurlijk even laten installeren via de ICT-afdeling. Volgens mij kan dat. Mogelijk op termijn zijn er ook andere GIS-pakketten beschikbaar. Ik heb in de vorige filmpjes commentaar gehad dat het allemaal veel te traag was in de zaai. Dus ik ga hier even een flink gas geven. Begint even hier rechts onderin met EPSG. We gaan daar even het coördinatenstelsel aanpassen. Door daarop te klikken, dan krijg je dit scherm. Dan zoek je daar op 28992. Dan krijg je hier Amersfoort RDNieuw 28992. Die selecteer je en dan druk je op toepassen. Nou, oké. Okay. Dan krijgen we hier het juiste coördinatenstelsel. Dat is het Rijksdriehoekstelsel. Dan gaan we even de kaartlagen toevoegen. Welke lagen willen we allemaal toevoegen? Kaartlaag toevoegen, vectorlaag toevoegen. Ga je hier naar de puntjes. Krijgen jullie van mij een mapje met de bestanden. Of die kunnen jullie downloaden. Of dat ga ik nog even regelen. Daar kun je in één klap al die files toevoegen. Je ziet hier knooppunten, metrohekpunten, hectometerraaien, etc. Als je die even sorteert op type, dan krijg je onderaan de shapefiles. Zie je? Shapebestand, shape, SHP. Die mag je allemaal selecteren. En ik haal daar heel even het rasterbestand uit. Want dat is een hele grote. Dat is elke 10 centimeter een punt met allerlei gegevens op alle sporen. Die is nogal traag, die is nogal groot. Dat kun je wel proberen om zelf even te doen. Laat hier alle paden in. Gaan we naar toevoegen. En dan zien we al een hele kaart ontstaan. We zien hier nu alle lagen. Deze gaan we even vormgeven, deze gaan we even configureren, zodat dat er allemaal een beetje appetijtelijk uitziet. Om te beginnen gaan we ook nog even hier een aantal achtergrondkaarten toevoegen. Te beginnen met de PDoc plugin. Mogelijk moet je die even installeren. Ik heb hem hier al. Dat doe je door naar plugins te gaan, plugins beheren en installeren. Dan zoek je hier even op PDoc. En dan krijg je hier die PDoc Services plugin. En dan krijg je hier een knopje installeren. Dan druk je op, dan installeert hij die plugin. Dat is een handige. En dit is de andere, QMS. Quick Map Services. Zelfde procedé. Plugins, plugins beheren en installeren. Even intypen, QMS. Quick Map Services. Dan klik je hier weer op plugin. Nou ja, ik opnieuw installeren. Jullie kunnen hem gewoon installeren. En dan sluiten. Gaan we even die achtergrondkaarten toevoegen. Eerst PDoc. Nou, PDoc heeft een heel interessant. Als je hier op luchtfoto zoekt, 8 centimeter, RGB. Dat zijn de actuele luchtfoto's van heel Nederland. Dat is een waardevolle, om er even bij te hebben. Dan gaan we even naar QMS, Quick Map Services. Dan kun je hier zoeken op bijvoorbeeld op Google Satellite. Moet ik het even goed typen. Google Satellite Hybrid vind je dan. Dat is Google Maps. Die is interessant om er even achter te zetten. En even kijken. Esri Topo. Daar kun je even opzoeken. En dan krijg je hier Esri World Topo. Dat is van de producent van ArcGIS. Dan doen we ook even add. Dan hebben we even twee mooie achtergrondkaarten. Of drie. Kijk, je ziet het hier al. Er gebeuren hier een aantal dingen op de... Op de voorgrond, op de achtergrond hebben we de luchtfotokaart. Zetten we die uit, dan hebben we Google Maps. Zetten we die ook uit, dan zien we hier de Esri World Topo. Dus dat zijn drie handige achtergrondkaarten te hebben. Dan gaan we even die lagen selecteren. Ik zet meestal even de puntjes lagen bovenaan. Want die lagen hebben een prioriteit en die liggen over elkaar heen. Nou, die puntjes zijn de kleinste objecten, dus die zet je bovenaan. Daarna de lijntjes lagen. Dat zie je aan dat symbooltje hier. Dus dit zijn puntjes, dit zijn lijnen en dit zijn polygonen. En dit zijn rasters. Dus die zetten we helemaal onderaan. Zet je die luchtfoto's helemaal bovenaan. Ja, dat werkt ook wel. Maar dan als je die aanzet, dan liggen alle andere kaartlagen daarachter. Dus dat werkt niet. Nou, ik zet heel even die achtergrondkaart uit. Dan de laag opmaak. Dat is even de laatste, de voorlaatste stap. Dubbel klik op die laag. Dan krijgen we dit venster.
Dan gaan we even de smeerinstallaties opmaken. Daar kun je allerlei symbolen voor kiezen. Ik ga even naar eenvoudige markering. Ik druk daar even op de vulkleur. Daar pak ik even groen. En dan pak ik even dit symbool. Even een ruitje. Waar heb ik het? Deze. Deze. Yes. Beetje ongelukkig. Toepassen. En dan gaan we naast symbologie ook even naar labels. Enkele labels. En dan zetten we labels even op. Kastnummer bijvoorbeeld. Kastnummer. En dan van belang is om even de buffer. Je hebt hier de tekst. Dat is de kleur van de tekst en de grootte van die labels. Buffer zetten we even aan. Dan creëert hij een wit randje om die tekst heen. Zodat die tekst altijd goed leesbaar is. Toepassen. Oké, die hebben we nu. We zien hier nu ruitjes. Zie je met die buffer tekst. En de, dat is het kastnummer. Dus de locatie van de smeerinstallaties. Dan metro hectometer. Hetzelfde laken en pak. Even symbologie. Daar hebben we even geen symbolen nodig, zo uit mijn hoofd. Dus die zetten we uit. Labels wel. We willen wel die kilometer labels. En dat zetten we even op kilometrering. Op metrering. Doen we toepassen. Dan zie je hier de getalletjes. De kilometrering in meters. Dus het is 200 kilometer, punt 200. Er zit dus geen komma in. Waarom hebben we die symbolen niet nodig? Nou, we hebben ook de hectometer raaien. Dus die hectometer puntjes, die zijn niet zo super interessant om te hebben. Dan de knooppunten. De knooppunten zijn de voorlassen van de wissels. Of de voorlassen, de punt van de tongspitsen. Pakken we ook weer bij labels. Hetzelfde laken en pak. Even de naam van het wissel. En de symbologie zetten we heel even op categorieën. Is dat slim? En dan zetten we dat even op, gewoon enkel symbool. Correctie, enkel symbool. En die kleur zetten we even op rood. Oké, daar hebben we de wissels. Kijk, we hebben nu de wissels met een nummer en een kleur. Wat even makkelijker is, is om de tekst even in dezelfde kleur te doen als het puntje. Dat is vaak iets overzichtelijker. Dan gaan we even hier naar tekst. Dus in de categorie labels tekst. Zetten we de kleur hier op rood. En ik vergat net even de buffer hier aan te zetten. Heel goed. Toepassen, oké. Nu zien we helder hier in rood de wissels. Zo gaan we door. De tunnellaag negeer ik even. Dat is welke sporen waar precies in tunnels liggen. Dat is wat minder interessant. De trajecten, dat is wel even interessant. In Iris is wat veelvuldig gebruik gemaakt van trajecten. En die hebben misschien een beetje een afwijkende naam van wat regulier is. Dus wederom, in QGIS kun je deze makkelijker vinden. Labels, enkele labels. Dan zetten we hem hier op traject, dat is de naam van het traject. Zetten we de buffer. Dat zetten we ook weer even aan. En we gaan de verschillende trajecten even een verschillende kleur geven. Dat is nog wat overzichtelijker. Dat doen we door niet hier bij symbologie enkel symbool, maar categorieën aan te vinken. En dan gaan we naar, wat bepaalt dan die categorie? Nou ja, het traject. De naam van het traject bepaalt de kleur. Maar dan zijn we er nog niet, dan ga je naar klassificeren. En dan zie je hier welke verschillende trajecten voorkomen in die dataset. En dit zijn de trajecten. Iedere spoortak heeft een traject. En op die manier krijgen al die trajecten een verschillende kleur. Doe ik toepassen. Oké, dan zie je hier nu ook de trajecten. Let op, al deze lijntjeslagen liggen natuurlijk veelal over elkaar heen. Bijna al deze lagen zijn gebaseerd op het spoortakmodel. Dus traject, spoorwisselnamen, zelfs perron, tunnel, kilometerlint. Dat zijn allemaal dezelfde set spoorhardlijnen. Dus het makkelijkste of het beste is om één van die lagen tegelijk aan te zetten. Anders zit je mogelijk niet naar de bovenste te kijken. Even kijken, als je hier naar het driehoekje gaat, zie je ook welke er nu allemaal zijn geselecteerd. Dus we kunnen nu mooi zien waar welke trajecten lopen. Dit is bijvoorbeeld uit mijn hoofd Kapelsebrug en Schiedam Centrum. En de onderste is de andere kant op. Yes. Even kijken. Let wel, niet alle spoortakken zitten in een traject. Dat is even een kanttekening. Op emplacementen, zoals in Belhaven,
zie je dat een heleboel sporen natuurlijk ontbreken. Die zitten niet in zo'n traject. Een traject is een lang doorlopend stuk van de ene kant van het areaal helemaal naar de andere kant. Dan spoorwisselnamenlaag. Zetten we die even aan. Dat is een nieuwe indeling of een andere indeling van het spoortakmodel. We gaan daar even de namen van de sporen en de wissels weergeven. Doen we weer even op kleur, dus we gaan naar categorieën. En dan gaan we dat even inkleuren naar type. En dan klassificeren. Dan zie je spoor en wissel. Spoor blauw, wissel hier groen. Labels, enkele labels. En dan zetten we hem op naam. Want we zijn even geïnteresseerd in de naam. En we zetten buffer weer aan. Toepassen. Kijk, en dan hebben we ook de spoorwisselnamen hier te pakken. We hebben hier dus een spoornummer. We hebben hier de wisselnaam. Ik zal heel even de knooppunten voor de verwarring uitzetten. Of tegen de verwarring. Even kijken. Hier hebben we op een emplacement bijvoorbeeld allerlei spoornummers. Hier spoor 1, 2 en hier 300 serie. En hier bij de wissels zien we al die wisselnamen ook op soortgelijke wijze. Dat is een andere indeling van het spoortakmodel. Prima. Spoortak overweg in kilometerlint. En die sla ik even over. Dat is net als perron en tunnel iets minder interessant. Kilometerlint bevat van de spoortak en de begin- en de eindkilometer. Dat is verder gewoon de spoortaklaag. Spoortak overweg zijn alleen die fragmentjes van spoortakken voor zover ze in overwegen liggen. Spoortak perron voor zover een spoortak langs een perron ligt. Voor in GIS ook niet super interessant. En tunnels, hetzelfde verhaal, maar dan welke sporen waar in tunnels liggen. Het is natuurlijk interessanter om de station zelf hier te hebben als polygon. Dus die gaan we nog even opmaken. We willen bij de stations natuurlijk ook een label. Namelijk de station of de afkorting kan allebei. Ik zet de buffer weer even aan. De kleur van die stations die kun je hier kiezen. Nou ja, laten we zeggen dat we die even roze willen maken of groen. Maak ze even roze. Toepassen. En zie daar de sporen. Even kijken. De perrons. Ik zie dat dat of stations. Sorry, de stations. Er zit ook een remise in overigens. Dat is de perron, de stations. Sorry. De overwegen hebben we dan nog. Overwegen, zelfde laag en pak. Die kunnen we even inkleuren. Stel dat we die vulling even oranje maken. En dat we daar de straatnaam ook even bij willen hebben. Dan gaan we weer naar labels. Er zit maar één veldje bij naam. Ik zet de buffer weer even aan. En voilà. We hebben ook hier de overwegen. Die zijn met name hier in dit gedeelte van het areaal zichtbaar. Ik heb het zo. Ik ben even iets minder locatie bekend hier. Maar je ziet hier citroenkruid. En even kijken. De hoofdweg. En dit zijn dus de overwegen. Dat zie je ook als je hier de luchtfoto's onderaan zet. Dat de overweglocaties aangeeft. Dan hebben we nog een laag met kilometerlintgebieden. Dat zijn de gebieden waar sporen bij een specifiek kilometerlint horen. Interessant om te bekijken. Ik kan hem wel even configureren hier om te laten zien. Maar dat is natuurlijk weer meer van hetzelfde. Met name symbologie. We willen hier even weer categorieën hebben. Want we willen per kilometerlint een andere kleur. En dan zetten we hem hier even op kilometerlint klassificeren. Dan zien we hier de verschillende kilometerlinten die we bij Metro hebben. Toepassen. Als we deze laag aanzetten. Dit is wel een vrij omvangrijke laag die precies aangeeft welke sporen waar bij welke kilometerlinten horen. Ik heb hem geen labels aangezet. Want dat zijn er niet zoveel. Dus je kunt hier op kleur zien en aan- en uitzetten overigens welke sporen van waar tot waar precies bij welke kilometerlint worden. Iets minder vaak gebruikt. Ten slotte de spoortakken. Die ga ik nog even aanzetten in de hectometerraaien. Overigens de hectometerraaien die horen eigenlijk dus samen bij de hectometerpunten. Dat zul je ook zien hier. De hectometerraaien en de hectometerpunten. Ik zal de hectometerpunten zijn nog niet helemaal lekker zichtbaar hier zie je, want daar hebben we de buffer. Die ben ik vergeten aan te zetten hier. Dus als we hier weer even gaan naar labels, buffer, aan, hebben we hier ook de kilometrering. Helder in beeld staan. En we kunnen die kilometrering bijvoorbeeld wel even blauw maken.
dan springt dat er ook even in. Dan heeft het iets meer contrast met al die andere dingen. Labels, tekst. Maken we dit even blauw. En dan zien we hier de tekst blauw. En dan maken we de hectometer raaien. Ook even blauw. Dus dan gaan we hier naar symbologie. En hier naar blauw toepassen. Kijk, dan hebben we hier de hectometer raaien en de kilometerpunten. Ik heel even te kijken of bij die hectometer raaien niet ook gewoon een kilometrering zit. Nee. Dus voor de kilometrering hebben we zowel de punten nodig voor de labels als wel die lijntjes. Om een beetje helder te hebben waar dan precies die kilometer bereikt wordt. Even kijken, een belangrijke laatste stap. Is even het project op te slaan, want we zien hier nu sterk een naamloos project. We gaan hier naar opslaan en dan slaan we hem hier op invloeds of basisbeheerkaart metro en sla dit even op een plek waar die kan blijven staan. Want op het moment dat je een QGIS-project gaat verplaatsen van bestandslocatie, dan kunnen er problemen ontstaan. Dus pak even een map waar je dit permanent kunt houden. Opslaan. Hebben we dit eenmaal geconfigureerd en klaar en zijn we daar blij mee, dan kunnen we hem in de vervolg gewoon zo weer openen en opzoeken. Hebben we nu alles aan alle interessante dingen aangestaan? Volgens mij wel. Ik zal nog heel even de spoortakkenlaag als laatste configureren. Excuus voor de chaos, ik ga een klein beetje kriskras door de verschillende dingen heen. Dat komt omdat ik niet helemaal een script heb geschreven voor dit filmpje. Even kijken, de spoortakkenlaag. Meestal maak ik hier even blauw. Opvallende kleur. En ik pak er even de labels bij. Zelfde laag. Pak labels, enkele labels. En de spoortak ID gebruik ik hier even als naam. Ik zet even de buffer aan. Ik kan de tekst even blauw maken van die labels. Dat is hetzelfde als voor de kilometerlinten. Dus misschien dat dat een betere andere kleur kan zijn. Maar voor nu even dit. We hebben hier de spoortakken in blauw en de spoortaknamen van wissel tot wissel. Nou, hoe dat werkt hier met kantcodes, die R en V en dergelijke letters, dat verwijs ik even voor naar de documentatie. Dus, we hebben een heleboel lagen nu opgemaakt. Het is handig om niet al die lagen tegelijk aan te zetten, want dan wordt het ook een beetje een ratje toe. We hebben een stationsoverwegen, spoortakken, we hebben een kilometrering. Even kijken en laten we even de spoorwisselnamenlaag aanzetten. En dit geeft een heel mooi overzicht over de situatie. Met de wisselnamen, spoornamen, knooppunten, overwegen, stations, kilometerlengte en verschillende achtergronden. Als we hier een Google Satellite achterzetten, hebben we ook de straatnamen. En met de S3-laag hebben we dat ook iets lichter. En als diamantjes hebben we ook nog de smeerinstallatielocaties hier. Of in ieder geval locatie van de kasten. That's it.